Versneld omscholen naar een baan voor de klas? Met Fast Switch Onderwijs kan dat. De reden voor Juverte om een zijinstroom in huis te nemen en aan te nemen en mee aan de slag te gaan, is het feit dat er sowieso tekorten zijn in het onderwijs als je kijkt naar docenten. En dit was ook een goede kans. Ik vind ook dat je moet kijken naar kansen om mensen weer een nieuwe richting te geven als je kijkt naar de arbeidsmarkt. Ik heb ervoor gekozen om te switchen naar het onderwijs. Na 25 jaar management leiding geven in allerlei functies. Omdat ik dacht, ik wil de laatste 10 jaar van mijn werkbare leven iets doen waar ik blij van word en wat ik leuk vind. En ik vind pubers leuk. De zijinstromers leren gewoon met name hoe het onderwijs in elkaar zit. Zeker als je uit de commerciële sector komt, is het gewoon echt een andere tak van sport. Wat ik heel erg meeneem vanuit mijn vorige branche naar deze branche is het idee dat ieder mens uniek is. En natuurlijk kun je wel globaal stellen dat er een soort manier is die voor een grote groep werkt en voor een andere groep niet. Maar onderaan de streep is iedereen uniek en heeft iedereen op een andere manier aandacht nodig. En vraagt ook op een andere manier aandacht. Het leerwerktraject is zo opgebouwd dat de kandidaat eerst gewoon kan kennismaken met de school. Dat hebben we de eerste maanden gedaan. En momenteel hebben we het programma zo samengesteld dat we passend in haar uren, dat ze niet helemaal vol zit, maar dat ze ook heel veel kan leren. Dat ze ook interne trajecten kan meedraaien. En dat maakt het een mooi compleet geheel. Het leerwerktraject is wel weer een hele nieuwe ervaring. Je hebt heel veel voorbereiding met de lessen die je op school wil geven. Dus daar ben je thuis al voor aan het werk en soms op school. En daarnaast volg ik natuurlijk één dag onderwijs bij de HAN. Zit ik ineens weer in de klas, ben ik de leerling in plaats van de juf die voor de klas staat. En ook daar heb ik best veel huiswerk, omdat het een fast switch traject is. Heb je in vergelijking meer huiswerk dan je anders hebt als je het over 4 jaar mag verdelen. Maar ja, ik vind het wel leuk. De buitenboordmotor heeft goed bemiddeld wat ons betreft. Ze hebben met de voormalige werkgever hebben ze afspraken gemaakt. Met het instituut van opleiding hebben ze afspraken gemaakt. En uiteindelijk hebben zij ervoor gezorgd dat als smeermiddel zeg maar, het traject is geslaagd. Zoals we nu ingezet hebben. Dus wat ons betreft is het een prima mediator geweest. Via een prachtige organisatie, de buitenboordmotor, waar men met een competentiepaspoort werkt, ben ik me meer bewust geworden van welke competenties ik heb. Weet ik dat mijn competenties heel goed aansluiten bij het onderwijs en dat dat dus de tak van sport is die ik wil gaan doen. Ik niet nog 4 jaar een hbo-opleiding wil doen en via de fast switch kun je dus op basis van je competenties een veel toegespitstere studie volgen en kan ik waarschijnlijk in 2 tot 2,5 jaar alsnog mijn hbo-diploma halen en ben ik een gediplomeerd docent onderbouw. De driehoek die we hebben met elkaar, Juverte, de HAN en de kandidaat, is succesvol omdat we eigenlijk driedubbel op de begeleiding kunnen zetten op de persoon en dat doen slagen. Dus coaching, scholing, professionalisering, verzin het. We hebben daar de tijd voor en de ruimte voor en dat maakt het succesvol.